Hey, goedemorgen. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ga jullie gezellig meenemen naar de TK Maxx toe. Ik moet even naar school. We hebben gewoon een bespreking voor het plan van aanpak en zo. Dus ja, ik ga naar school. Ik zit op Saxion Enschede zit ik op school. En daar hebben ze ook de TK Maxx. Dus ik dacht, ik ga een uurtje eerder, pak ik de TK Maxx lekker mee en neem ik jullie gezellig mee. Ik heb er echt heel erg veel zin in. Ik ben al een tijdje niet meer bij de TK Maxx geweest. Dat is trouwens niet waar. In februari ben ik nog in Apeldoorn geweest. Daar heb ik trouwens een nieuwe koffer gekocht. Ik kan hem zo wel even laten zien. Maar goed, gaat er niet om. Ik neem jullie graag mee naar de TK Maxx. Ik ben heel erg benieuwd of ze daar al leuke lente- en paasdingetjes hebben. Misschien nog een leuke mok voor paas of zo, lente. Mag ik eigenlijk niet, maar kan wel even kijken. Dus ben je benieuwd wat ze ook allemaal hebben bij de TK Maxx op dit moment? Blijf dan zeker kijken naar deze video. Ik neem jullie gezellig mee. Dus let's go to de TK Maxx in Enschede. Ik zal even nog de koffer laten zien die ik nu heb. Of ja, vorige maand heb gekocht in Apeldoorn dus. Bij de TK Maxx. Okay, het is een beetje slecht licht hier. Maar ja, ik had een nieuwe koffer nodig. En toen zag ik deze. Dit is dus beige zandkleur. Met zwarte details van... De koffer is van Pierre Cardin of zo. Cardin, geen idee. Maar toen ik het ging googlen was het best wel prijzig. Dus deze heb ik gescoord. En hij is ook lekker groot. Echt heel erg chill. Ik ga nu naar de TK Maxx. Oké, tijd om te gaan. Normaal gesproken zou ik ook met het OV gaan. Maar ze zijn dus vandaag aan het staken. Dus ik moet met de auto, want anders kom ik er gewoon niet. Ik heb er helemaal zin in. Ik ben bij de TK Maxx. De muziek staat hier heel hard. Maar ik ga even naar binnen. Dus dan hoop ik dat de muziek minder hard is. Oh mijn god, is hij nou dicht? Nou, blijkbaar gaat hij om 11 uur open. Het is nu 4 voor 11, dus nog 4 minuutjes wachten. Allereerst heb ik dus nieuwe make-up tasjes nodig. En ik vind deze op zich wel heel erg schattig. Even kijken. 20 euro. Ze hebben er hier wel meer. Hier, beauty blender van Babyliss. Nou, ik kijk eerst altijd even bij de beauty producten en dan loop ik... voorzichtig door naar de home dingen. Hier, de Body Shop Mango. Oh, lekker. Normaal is deze 10 euro en nu 5 euro. De muziek staat best wel hard. Maar hier heb je dus ook echt vet veel zeepen. En die zien er ook altijd heel erg leuk uit, vind ik. Hier weer de Body Shop. Ik hou van deze geur. Deze is ook maar 4 euro nu. Ja, maar ik heb het echt niet nodig. Als ik een huis had, dan had ik hem meegenomen. Hier ook wat dingen van Knijp. Ook voor in je bad. En hier doucheproducten. Echt lekker. Maar je hebt hier ook hele leuke... Oh, Diego Dalla Palma. Ik heb ooit een samenwerking mee gehad. Wat leuk. Het kost normaal 40 euro. En nu 13 euro. Maar hier kun je dus ook hele leuke cadeautjes halen. Want het zijn echt van die leuke gift sets. Even bij de make-up kijken. Oké, dit ziet er heel viezig uit. Deze heb ik al wel vaker gezien, maar deze is echt heel erg vies. Dit is van Art Deco. Zo vies en jammer dat er dan geswatcht wordt. Een Charlotte Tilbury lippaletje. Van 45 euro naar 35 euro. Hier de Body Shop. Nou ja, en mocht je nog heel veel skincare zoeken, dan zijn hier ook echt veel keuzes. Nog veel meer koffers. Hier ook allemaal koffers. Deze is leuk. Dit armbandje. Heel erg schattig. Hier weer die Body Shop. Hier staat heel veel sale. Weer in Body Shop. 3 euro. Pink grapefruit. Echt veel Body Shop zie ik de laatste tijd. Echt wel leuk. Retinol. En heel veel tassen ook weer. Ik vind deze kleurtjes allemaal wel heel leuk. Gewoon heel erg basic.
zie hier gewoon slippers van de Zara voor 8 euro. Vet leuk. Helaas niet mijn maat. Nu ben ik bij mijn maat, maat 39. Maar helaas geen slippers van de Zara. Ik vond die echt heel leuk. Maar die zie ik hier helaas niet in mijn maat. Nou, er is ook altijd heel veel kleding. Ik moet zeggen dat ik zelf nooit bij de kleding kijk. Ik loop even lekker naar de home afdeling toe. Want daar word ik wel heel erg blij van. Hier trouwens ook heel veel kinderspeelgoed en zo. Oh, echt jammer dat de muziek zo hard staat. Een egg playset. Nog veel meer koffers. En tassen. En nog meer koffers. Echt, de keuze is reuze hier. Oh nee, die lijkt erop. Die lijkt heel erg op mijne, maar het is niet die ik heb. Oh mijn god, ik zie Pasen. En deze ook om plantjes in te doen of zo. Of kaarsen in maken. Is 7 euro. Kijk hoe schattig deze mandjes. Er zit ook goud doorheen. Oh, dit is echt leuk. 25 euro. En dan zie ik hier ook nog allemaal servetten en kaarsen, knuffels. Heel leuk. Oh, lekker. Oh, deze limoncello. Oh, die is heel lekker. Ik mag van mezelf geen kaarsen meer kopen, maar oh, deze ruikt lekker. Deze ruikt heel lekker. De California Beach House. Maar de limoncello ook echt heel lekker. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. Elke keer als ik bij de TK Maxx kom, zie ik deze. En ik vind deze echt prachtig. Maar ik moet van mezelf gewoon wachten met dit soort dingen kopen tot ik een huis heb. Maar hoe mooi is deze? Al deze mandjes ook. Oh, ik word hier echt heel blij van. Deze is ook heel mooi. 14 euro. We'll have a Netflix marathon, Kenji saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Oh, yeah. Shut the lights, go infrared. Oh, we can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in. Deze is mooi, deze is ook heel zwaar. Een marmeren zeepomp. Ze hebben hier echt leuke zeepompen. Deze is 18 euro. Hier ook heel veel van die organized potjes. Daar ga ik ook heel goed op. Dit is misschien wel de grootste mok die ik ooit heb gezien. Hoe chill. Oh, ik vind dit allemaal zo leuk om te zien. Hier zo'n stamper. Dat heb ik ook nog nodig, maar ja, dat haal ik allemaal dan wel. Allemaal later. Maar qua servies en zo hebben ze ook altijd zulke leuke dingen. En van die organized dingetjes. Ook dingen voor dieren hebben ze allemaal. Echt heel schattig. Ik ga even verder naar het glaswerk.
servies, want dat is daar zo. Oeh, deze zijn ook heel mooi. Check hoe gaaf. Deze wijnglazen. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on, all the way baritone. Shut the lights, go infrared. Ik vind deze dus heel mooi. Deze stoffen hangers, beetje beige. Maar ik heb ze dus zelf in het zwart hier vandaan. Maar ik vind die kleur heel mooi. Potten dus weer, zoals ik zei. Echt prachtig. En hier moet ik echt nooit kijken. Ze hebben dus hier leuk gezet. En dan die lichtroze varianten daarvan. Dat is toch helemaal geweldig. Even bij de mokken kijken. Hier weer een paasmok. Ik vind deze alleen niet zo mooi. 6 euro. Je moet altijd even goed kijken. Soms vind je echt wat leuks. Maar op dit moment zie ik niet iets wat helemaal bij mijn stijl past. I really wanted to get it right. Trying to find some balance in my life. I never really put up a fight. Now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Wish that someone could say it'll all be okay. Just listen to me as I say. Listen to me as I schattig kleurtje. Ze hebben hier gewoon dingen in zulke schattige kleurtjes. Kijk nou, om te bakken. Een roze vergiet. Een lila vergiet. Oh, zo cute. Hele mooie snijplanken ook altijd. Of borrelplanken. Kijk dan, hoe groot ook. Deze pasta lijkt wel op croissantjes. Heel vaak hebben ze ook van die seizoensgebonden kussens en kleedjes. Ik zie nu heel veel bloemenprintjes en zo. Ik vind deze zelf wel heel erg leuk. Deze is 23 euro. Deze is ook mooi. 25 euro. Hier van die ladders. Dat vind ik ook altijd heel mooi voor decoratie. Deze kost bijvoorbeeld 45 euro. Ja, wel prijzig, maar goed. Ik zie echt hele bijzondere en grappige dingen wel. Maar nog niet iets waarvan ik denk, wow, ja, dat neem ik mee. Heel veel lampen ook. En ik ben bij de kaarsen. Oh mijn god. Maar die kaarsen hier zijn zo lekker. Je hebt hier ook dus heel vaak Yankee Candle. Normaal kost die 33 euro en hier 20 euro. Dus altijd even checken bij Tiki Max, want er zijn altijd Yankee Candle kaarsen. Oh mijn god, ik zie gewoon voor het eerst Woodwick. 6 euro, normaal is die 12 euro. Dit is de geur Stonewashed Suede. Oh ja, dat is niet mijn geur. Maar wel leuk dat ze dat hebben. Oh mijn god, deze heb ik gewoon gekocht. En die hebben ze hier ook. Voor 6 euro. Dit is Pumpkin Praline. Die is echt super lekker van Woodwick. Oh, ik zie nog meer Woodwick. Mint Leaves. Hier nog meer Pumpkin. Hier nog een Lavendel Spa. Voor 18 euro in plaats van 7.
20. Oeh, wat leuk. Deze ruikt zo lekker. Island Coconut van Woodwick. Maar ik mag echt geen kaars van mezelf kopen. Maar oh mijn god, dat ze dat hier hebben, hè? Ik kan dit toch niet laten staan. Deze is trouwens ook lekker. Die Elbury Bourbon. Maar deze, die wil ik. Maar dat ga ik niet doen. Jammer. Ik moet hier gewoon snel weglopen. Ik word daar zo hebberig van kaarsen. Ook hele leuke schriften en notities. En ook heel veel, dit is echt schattig, voor Pasen gewoon wat decoratiedingetjes. Servetjes. Hier ook heel veel servetten. Kijk hoe schattig. Dit is dan 3 euro. Maar je hebt er echt zoveel, ook kaarten. Roald Dahl. Schattig. Hoe duur zou dat dan zijn? 6 euro. En dan heb je de 10. Happy birthday slinger. 4 euro. Kaartjes. Planners. Ik zie wat kerstdingen. 4 euro. Wat zijn dit? Zout en peper. Oh, wat aandoenlijk. Maar ja, ik ga dat niet kopen nu. Hey. Het is... bijna lentevloer, geen kerst meer. Ook echt een vet grote spiegel is dit, wel heel mooi. 120 euro. Nou, ik ben er doorheen. Laatste plukje dit. Met wat sale dingetjes. Dit is ook een kaars, hè? Stenen. Stenen zijn er gewoon uitgehaald. Zonde. Ik zie hier dus een boek van Yves Saint Laurent. Staat niet op hoe duur die is, maar dit is zo mooi voor... op een koffietafel boek. Hier ook Chanel. Eigenlijk moet je die er dan afhalen. Kijk. Heel mooi. Staat hier een prijs op? Ja, 50 euro. Ik zie hier bij de kassa ook de linnen variant. Oh, die is ook zo lekker. Wat vervelend. Ik moet echt weglopen. Weg zie ik dit jurkje van Stradivarius. 10 euro. In linnen stofje. Echt mega leuk. Ik heb zelf net een nieuw linnen jurkje. Dus ik mag deze niet meenemen, maar... heel leuk. Ondertussen ben ik alweer thuis. We zijn alweer een paar dagen later. Ik heb met deze verwilderde koep, want het is heel hard aan het waaien, het konijnenhok schoongemaakt. Dus ik ga lekker douchen. Dus ik was even snel aan het editen en toen zag ik dat ik nog geen einde had voor deze video. Dus bij deze, ik heb uiteindelijk dus niks gehad, want ik had niks nodig. Met het editen dacht ik echt, oh mijn god, ik voel weer kaarsen. Ik moet het loslaten. Niet nodig, dus niet halen. Soms denk ik echt dat ik... nou, soms denk ik, ik weet het wel zeker, dat ik verslaafd ben aan kaarsen shoppen en mokken. Dus eigenlijk moet ik niet eens meer naar de Tiki Max toe. Maar in ieder geval, wat een lange outro dit ook weer. Vond jij deze video nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En wil ik je bedanken voor het kijken naar deze video.